Ja, dan moet je dus gaan kijken van, wat doe ik daarmee? En hoe ga ik daarmee om? Ondersteunend vervoer. Dat gaat als volgt. Hans, mag ik jou wel eventjes? Stak mijn rammetje wel in. Nou, dat gaat goed wel, of niet? Ja, niks aan de hand. Ja, dus, maar ja, goed. Zorg ervoor dat als je dus op een gegeven moment iemand hebt die een been niet goed is, dat je altijd aan de gezonde zijde gaat staan. Waar is bij hem de gezonde zijde? Deze kant, hè? Ja, maar deze heeft hij omhoog. Dus die zal wel gewond zijn. Nou, dan doe je de arm, doe je dus om over je nek heen. En dan zorg je ervoor, als we iets naar achteren gaan, dan kunnen de anderen ook even zien. Ja. Kijk, en dan zorg je ervoor dat je de pols van degene vastpakt. En je vraagt aan hem, wil je mijn pols ook even vastpakken? Andere kant. Andere hand. Deze. Ja! Hij heeft het gewonnen. Ja? En waarom laat ik nou die pols vasthouden? Ik krijg hem eerst stabiliteit. Nee. Als hij weg zou gooien ofzo. Kijk, als ik nou een vrouwtje was geweest, en hij was het mannetje geweest, en hij had het lekker zo... Ja, dat wil ik niet hebben. Dus hij pakt mijn pols maar vast. Ja? Makkelijk zat. Dus je polsje vasthouden. Dan pak ik de arm, en nou doe ik wel die duim eromheen. Gaat die duim er wel omheen. Dus niet zo, want dan glipt hij me weg. Dan pak ik hem wel met de duim eromheen. Dan ga ik iets achter hem staan, zodat ik hem dus op een gegeven moment ga begeleiden. Ik ga niet dit doen. Ja? Dat doen we dus niet. Maar ik geef dus aan dat ik hem dus begeleid. We gaan naar die stoel toe. Ja? Oké, okay, gaan we hoor. En hup. 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 En ga maar rustig zitten. Oké. Okay. Ja? Dus niet tillen. Je gaat dus begeleiden. Dat wil zeggen... En jij begeleidt. Dus je gaat niet... Oh, dat je na de tijd zegt... Oh, ik ga nooit meer naar die eerste hulp toe. Want ik heb eerste hulp nodig. Ja, dat is niet de bedoeling. Ja? Tweetallen maken.